Vandaag, 14 januari, het is ongeveer 1 uur 's middags. Toen de helikopter aankwam, renden een paar mensen het bos in en stonden tot aan hun knieën in de Toekopiekreek. Wij en mijn moeder renden in een huis dat leeg stond. Ik gleed uit en ik viel, samen met mijn zusje die ik aan de hand had. Want mama had gezegd dat we 2 aan 2 moesten vasthouden en rennen voor ons leven. Ik begreep dat we hier niet veilig waren tussen de junglecommando's, want hier mochten we niet blijven. Ik was 13 jaar. Ga je slippers zoeken, pa. Ga je zoeken. Ga je daar zitten, hoor. We waren gewoon op een dag thuis. We waren opgestaan. Mijn broers die waren gaan voetballen. We waren buiten aan het spelen. Toen kwam mijn tante aan. En toen vertelde ze van, ja, er is geschoten vanmorgen. Er is oorlog en dit en dat. Maar als kind begreep je natuurlijk niet wat oorlog is. We dachten van, ach, misschien is het iets van een dag. Dus toen waren ze aan het praten toen we de eerste schoten al hoorden. Ha, wel. Het was 1 paniek. Al die jongens op het veld, die renden kriskras door het plein. En wij die buiten waren, waren allemaal naar binnen gerend. En zo in de middaguren, zeg maar tegen 3 uur zo, toen hoorden we geen schoten meer. Zijn we toen opgestaan. En op bepaalde erven kon je dan nog die leeggeschoten patronen vinden. Naderhand, toen begrepen we dat het ging om het Nationaal Leger en het Junglecommando. Het was toen in de eerste dagen. Ik denk dat het ergens in het binnenland is begonnen. De 20 juli was het, hè? En het was kort voor middernacht. Toen hoorde ik een paar schoten. En toen zag ik een paar mannen op en neer rennen. Het heeft nog los 10 minuten geduurd. Ze waren met de truck hier gekomen. Met die mannen van Brunswijk, Junglecommando. Dus er waren 11 of 12 militaire post. Daar hebben ze gegijzeld. Direct richting volgens mij Albina gegaan. Zo is het begonnen. En later tegen 11 uur kwam er een patrouille uit de stad. En ze hebben ze opgenomen wat hier is gebeurd. Dan zijn ze doorgegaan naar Albina. En zo is het verder doorgegaan tot 92, 93. In Milibiting, nooit iemand zou vergeten dat 1 augustus 1986. Vrijdag bakken na 3 uur. In het dorp moet ik onderen. Toen de nono ja. Dat was je dan plotseling zo weer een wanlo auto barre kon na apprecie. Dat dem ching ap ching boy voor mij. Anen kwan Sergio. Dat be de be ap tuyari na sixi mo kotak tuyari na afu. Dat ena de trap ching boy be pri. Dat alon matabisa takik ba. Dat mama. Lukuwagi. Damisi, wan sodati wagi. Tapualo sodati saka uta wagi. Vrrrrr. Uno sapsa ipsa wan noitu be mek desan dat mi ina dorpu. Da ugwe ina osofa misapching. Adama na redripching. Mina adif mi. Da ugwe ina oso tapadoro. Da udina forsa utna pupi. Terwijl ugwe ina oso. De sodati panyana om singa la pres a dorp dam hora boy so mi sei so ka boy pote ede so da tak mama me frede da me kso gen da hor mi so hor da ploseling di mi go ina camera da mi def doro sei mi ere wa sting taka doro sei taki er sei mesa hier beno Sombiera asten takadro na mafde terwena mafde sudati minosa piaden a pianode ma wiera asten adro seda utna pupi aboy hormiso
Als familie als ding, als wat Scott koina also. Dat familie limit napu, sami firi dat Scott kom. Mier is die fire, also fire water. En voor dat is die kom bij een direct. Mi dofu. Dus als Scott pas après, dus mi fabo et de petit soto. Als Scott sale dia fup. Te kaboy ja, et se fechi ja. Borop sa gwa bakasi. E anu e futu pers miso. Nange anu. Estime ekto. De twa e dedeto. De kwa winti so e miso mi taigi in mi anu. Wamma. Sana mi tak wamma. E wode mtine anu. Tapje fina srefi teut. Teus. Tak ai. Mi ma hormi. Ja? Ma in ma anu. Ni ma anu. Ya ukonde wabi ugon wabi wosu wabi wata wabi ufaya di ugwenti leti fusenti uga mama ten aso ube jenda we nyang we bibi amula konde disi amisisa tuye ala wafu mula konde na ala wafeti kiyanda ni ulonko ya kokala kiosu. Ala ufia uosu apo ikabame ke udia pina, unabie mu. Na uo wa ala folu kufia dea. Ala ufia ipina. Ya uri akai. Nende taki umu loko moto na akondede yeko feti. Ikaloni, bronsu wa ikiko kibide. Bo utasa makomoto wa foto ya yeko sutwen. Utaki anodea, adea ataki namo namo ade. De sukwe na ala usu de bali ulo. Bashia barita kela sama mugwa usu antidensu datio woko adiden ko wankuri ni ata ampute da senya su to apikile tia bob ami washi apikile na academy su to njaso ja alai as au so wa bigyo loko moto dai goro de su to alla dem boyki aini abusho mendi uno fende beli di piki vumi kon dede. Tuga uma piki vumi dede wa fika shigi wa fika saibi piki. Gimi ya fukweki. Na una ude ya so eko wa feven tuente kisa maita ya piki osu ya. Ade piki vumi tede mbae wa saka alishide gimu wa piki so. Wasama bae wa sopua gimu wa piki so. Wasama bae wa pui sopua kadi ya fugini. Nitaki inkomoto ya. Mpai fie. Omebi liyo. Emi ofendi ya moni paifye mi ayo ko mi ayo kwa lanti. Mi abe ta foto mi na foto sama. Muko paifye. Yo me pampila kongi utaki mo paiso me milio. Na abi ya ayo ko. Na wata na faya. Eti ya na me pina. Aya mo pina pina ga so mo ko be bodi gi de piti. Ma pia patu nyo ni. Ude mu kombi gi. De na luku ta kuno. So so shiki. Lata. Latanga kaka kanga shiki ma wani gwa ukonde baka atamfu ya no bu giwa atlas fino ampo uru era nanga wa sigaret. Ina ser fluy. Fluy. Inabe. Ege wa faera. E pota moni so si kada so ina moni gino yo. Ame na bare na afisi. Na misker gwa mi go ba sa ni fana moni disi. Ina bor go mi wang. Mm.
Ja, dit is namen Manteng. Eerste Sani. Dit is namen Mi Kofi. Na Kisa Ede ook. Kisa Ede. Alles. Wakasuku Roko. Moest overleef. Met een vaste Roko. Die me op uit de dienst. Ik was voor ook naar verschillende prezen. Alle prezen met hem is het zo bleek uit. Waar heeft hij voor het laatst gewerkt? Alle dat soort bullshit dat hij mij ziet. Zodat hij mij dat ik het onder deze. Je mag ook aan u oproepen. Ik ga het nog van ons horen. Trouwens, is dat vast aan de? Ja, nooit. Nooit de mannen kari. Maar ik doe ook niet. Je mag dat is een ex-militair. Wat is er ook in die raak? Ja, toch? Het is militair, toch? Ja. In Abderape, in een gevecht. Hij is een matifie, snuivel, maar hij is mankeri. De rare situatie zijn met mij in Drape. In een strip D, in een strip Netti. Ik ben alleen naar een song. Je die een hinderlaag of je die opmars. Je verwacht dat anytime ik kan dit. Want je jaagt op de mama, maar je jaagt op YouTube. En je bent wat spanning daar in het veld. Het is kador, die door elkaar in foto blijft. Dus aan het tang eBay. Wakabar. Ik ben hier. 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 Ik heb een moro farago. Ima, die vriendin, den smasse gwen, sagwen in de omgeving, ne begrijp je moro. Sma vindt dat je anders gedraagt, bent teruggetrokken. Je stress valt. Alla CP go, dat is mijn eerste zeestak, jongen. Ik ben in zo'n situatie dan. Alla is mijn vrede fino, maar goed, ik ben de vrede fino, want ik ga het niet doen. En ik denk dat ik het niet doe, want ik zou het verwachten. Want ik is frustrerend. Je moet een plek zelfmoord, je moet door in Alibi, je moet wat creëren, je moet roken. A stress moeilijk, a makkelijk voor kiezen, maar moeilijk voor mijn uiting. En begeleiding vind ik de, althans, na 94 mijn brie. Dan maak ik professionele begeleiding, maar dan de massa vallen uit de boot. Het talibé is gewoon een straat. De consequenties zijn van de familie. Dit is de Bambi school. Ja, ik ben op deze school onderhoofd. En ik geef les in de vijfde klas. Priscilla? Lees die eerste van nog. 46.000, 44.000, 70.000, 9.000. Als we zo optelling gaan maken, jongens en meisjes. Wat komt hieronder? 0. Hier? 0. En dan? Hier? 0.
Toen ik 13 jaar oud was, toen begon de oorlog. Ik zat toen op de Milo-school, eerste klas. De eerste dagen moesten we, ondanks er geschoten werd, zo toch naar school gaan. Maar toen het erger werd, zijn we maar thuis gebleven. En ja, de school was gewoon gesloten. Iedereen was weggevlucht. Dus heb ik geen onderwijs meer genoten. Zijn we naar de vluchtelingenkamp gevlucht. Toen ik 16 jaar was, iets ouder dan 16, ben ik teruggekomen vanuit de vluchtelingenkamp. Toen ben ik weer opnieuw begonnen op de Mulo-school. De meeste ouders van deze kinderen zijn analfabeten. Ik heb kinderen hier in de klas van vriendinnen, waarmee ik samen ook in de vluchtelingenkamp heb gezeten. Dus in de jaren die we daar zaten, hebben de ouders geen school, zijn ze niet naar school gegaan. Deze school was voor de oorlog eigenlijk een kleuterschool. Maar na de oorlog is het speciaal weer geopend voor de kinderen van de vluchtelingen die terug zijn gekomen naar Suriname. Je merkt vaak dat kinderen soms echt agressief zijn. En uit ervaring weet ik dat kinderen vaak ook vernemen van ouders. Dus als een ouder getraumatiseerd is, heeft dat heel veel invloed op dat kind. Dat kind neemt gewoon over van de ouders. Wij zijn pas begin 1987 gevlucht. Toen hoorden we dat er mensen waren geslacht in Moiwana. Want een tante die had een vriendin. Ik zag haar nog op die stoep van mijn tante zitten en ze huilde en ze huilde. Maar, en toen vroeg ik aan mijn nichtje van, Samson, een vrouw. Toen zei ze van, ze heeft zoveel kinderen verloren. Ze hebben zoveel kinderen van de dood geschoten. Ik zeg, hoe kan dat? Want die kinderen zijn toch niet in de oorlog, ze vechten niet mee. Toen zei ze van, ja, maar ik weet niet hoe het komt, maar ze zijn gewoon gegaan en alle mensen hebben ze dan neergeschoten. Dus toen begon het de ernst van de zaak tot me door te dringen. Den soldaat kon soeto, vitamin, die den kon soeto den kim vrouw, die vrouw bij den ga bigibere, den soeto en den draai en versie en tapu en be adoti. Misschien heb je daar stuur meer gewe, daar stuur meer gewe, mi gewe, dan pikken voor mijn kisje de nana, kijk gewe, is wat zo zande, Jeremy, dat zou zijn wakker. Amoywana. Ja, mij af moywana, bedja moywana dia. Vroeger de bedeto, is hij, maar in de maak sabi, ara mara moro, maar vroeger de bedje jere. Waarom bij den kie vroeg familie voor mij, bij den kie den kba, ara de gewe kba, unama van de moro, mijn vrouw de dan ga bere, bumbi kie bere mijn vrouw abi, den kie en abi de oma pikken. Ne a one man picking me a kong, saying that a little bit two boy, then that the alibi, saying that as I need that he that would the number of Kabama may be no boom, tell I know me now one for more, saying. Militair val jungle commando aan de buurt van Ingi Kondre Drape. De wafa waka godoro dat was hier een hoop zoals dat lijkt. Omas maar vrouw bij jang abere los maar voor de en abe de tranga dre weer ja sombe fa. Ze hebben nog bij manga hete. Daar is mijn smoor nee na hete. Dat broko wiri tapu, te kwala ken poti, broko wiri tapu. Dat psa, mitak dat moro de demos de, maar moro kampu de. Dat msa heer kampu saai lang at lake. Dat sang boy den kirala de mayon. En dan misi tu lake in zee tu vrouw, den bron de helf. Den abi foto, den abi ede, den abi anon. Zo zo min die beren. Sa, boy, dan is hij voorop. Dan betek zo, wat ook zo dat heb je nog op, hoor.
Of vriend was het op haar door. Dat we hier was het in. We nog kunnen me, we nog kunnen me. Ik nog, kom je commando, we nog kunnen je. Samsa. Attack ik ooit heb je me wanneer wat er. Dat we hier het baby, toch geen baby kunnen. Dat had ik me op haar door nou. Dat is een meisje voor 14 jaar, 15 jaar zo. Dede dwars. Ik zei, Sylvie, Sylvie, mooie meisje. Ik zei, een meisje had de attack, ja, dede. Neem me draaien meisje, me draaien loco. Me vier een pols. Me loco een versie dat me zie doodvleeg. Dat hoor, dede. Dan, we driebaard alleen. We teken den toe baby, voor ze. Dat was een makko dat was een voetokotie. Dat zei, Samsa, dat ik jou niet adoro me banoot, dat ik jou adoro protege, dan weer een kruis mooie. En ik heb net bij u gede water. Ik weet dat ik best kijk naar mijn tas. Mijn commando tas, mijn polo gede, en begin ja. Dat ik nou de demoro. Als soldaat is dus aan nou de takia. Dan ben ik aan het ramen, op poro de lake potty. Maar doe ik goed in je lake en huis. Dat lijkt me dat ik daar bij een tien stuk. Zodat hij. Maar dan ben je tot ontbinding. En vrij, vrij, we gaan in je prins voeren. Ja, Ronnie huilt. Ronnie kreeg. Die me door. Maar Ronnie kreeg. Me door aan alle de lijk. Je naast een kwak kreeg. Met een kaboom, was zo dat die boy. Want Ronnie Brunswijk als ikzelf, hij is bijna, kan je zeggen, met ons samen opgevoed in deze dorp. Ja. Hij was buurt van ons en hij was bijna elke dag in het dorp. Hij speelde voetbal met de jongens. Hij was echt maatjes van ons hier. Dus met hem hebben we echt nooit ruzie gekregen. En dat. Maar toen het gevecht begon, dus tussen het leger en de Jungle Commando, hebben ze ons niet direct lastig gevallen. Ze gingen hier langs. Ze gingen in een pick-up langs met rode banden om hun hoofd, met geweren. Ik kon me nog heugen, want ik was 18 jaar. Nou ja, als ik daaraan denk, ben ik wel een beetje dingen. Heb ik wel iets erover achtergehouden hoor. Ik kon me nog heugen, die baby was ziek. En ik moest naar de stad gaan met die jongen, want er was geen dokter hier. Het was een Brasselandriose heer die de bus reed. En ergens in de buurt van Rikano wilde mijn hart stil blijven. Want plotseling zagen we die mannen, die Jungle Commando's, op het weg komen. En ik dacht, vandaag ben ik dood. En dat was wel een trauma. Dat had wel een trauma voor me achtergelaten. Want ik zat helemaal achterin. En ik had mijn kindje in mijn hand. En toen maakte die ene man, die ene Jungle Commando, zijn ruit open. Die ruit van me open. En hij heeft het geweer, die loop van die geweer, vlak op mijn baby's hoofd gezet. En ik keek naar hem hoor. Ik keek hem rechtstreeks in zijn ogen. En ik zag zijn ogen. Het was helemaal rood. Zijn beide ogen waren rood. Helemaal rood, 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 rood. Dus hij zag er niet menselijk uit. Echt onmenselijk. En ik dacht die dag van, hey, ik ben dood vandaag. Wat gaan ze met me doen? Ik dacht, ze gaan me verkrachten, ze gaan mijn kindje doodschieten en dat soort dingen. Maar toevallig kwam er een tegenligger en zo waren we bevrijd van die dag. Dus toch ging de reis door naar de stad. Dus dat had ik wel overgehouden. Daaraan had ik wel een beetje een kleine traumaatje overgehouden. Maar gebed heeft me veel geholpen en het heeft me een beetje losgelaten. Dan kwam ik aan voor nog, dat na zekere Theo Blanca. En dat na Albina de Matica, na Saint Laurent de Matica, man. Na Misrim na man bij de Adisa en Teka man dat ook toe. De man Charaman, de man Charaman, Guawans Nis Bagadoro, de man Nakama Ede, Flauhaman, Lenin Wasaka, Putin Wagi, Charangona, Pedin Jukas Madet, Sabonier, Fuda Pedeman Lenin, Boto Bacana, de man Charaman was to Marseillan. De man de Pedeman Missandelam, de Bon Kirens, de Bedrekin of Kirens Riffy. Om de man Fentak na Mandati. Sende in je brada, kon Alphonse Derop terwe en is niet waar. Ano true. Tak wang ma Alphonse Derop jaso giwan weng voor de man of zo rapasse. Het gokieren man, geen geval. Dus zo maar dat de man mishandelen.
de kleine niet is, is de grote niet waar. Hier heb ik weer een dubbeltje. Die kleine dubbeltje doet melding dat we ongeveer hier ergens moeten liggen. Dus ik ben gespecialiseerd. Ja? Ik ben gespecialiseerd om de muntjes te zoeken. Je hebt soms dat je een paar koperen centjes ziet. Ja, en wanneer je verder gaat, dan vind je de andere muntjes. Een 5 centje. En wie de kleine niet eet, is de grote niet waard. Ja? Maar vandaag vind je dit, soms vind je niks, maar wanneer je vindt, dan vind je het. Dus oké. Ik ben toch tevreden. Wat is Suriname een mooi land, hè? Ik ben lekker afgekoeld en dan ga ik weer op mijn pas. Want ik ben Minami de Woorddochter en verkoop die mooie souvenirs daar. 18 jaar leeftijd werd ik ingenomen in de Nationaal Leger. En heb ik gediend tot 18 maanden. En later, toen de coup, dan ben ik. Ik heb doorgegaan, dus ik was in dat gevecht. Want van huis uit ben ik meubelmaker, maar toen de tijd kende ik dit niet. Als ik dat eerder had geweten, dan zou ik hiermee al bezig zijn hiermee. En dat was ik niet in die periode getrapt. Want ik als een militair, als je vijand komt, dan hou je geen rekening met wie het is en noem maar op. Dus je moet neerschieten. Want als je dat niet doet, word jij neergeknald en iedereen houdt van zijn eigen leven. Dus. Ik heb bepaalde dingen ook gezien. Ik heb bepaalde dingen gedaan en bepaalde dingen gezien. Hoe mensen zwangere vrouwen neerschoten en al dat soort dingen, kinderen en zo. Dus al dat soort dingen. Ik heb drugs gebruikt, ja. Daar heb je meer moed en al dat soort dingen. Je vreest niet en al dat soort dingen. Dus daarom. Ik voel me goed, ja. Ik voel me heel goed. Heel goed. Maar je hebt soms dat ik misschien een trauma. Bepaalde dingen wat ik denk, dan denk ik weer terug. En dan. Maar ik probeer mezelf toch om te beheersen. Maar dit is mezelf. Daarom heb ik mijn naam. Daarom heet ik Minami. Minami betekent ik ben ik. En ik ben ik. Ik heb het gevoel dat ik het gevoel heb. Omdat de situatie van Akondre niet goed is. Omdat ik het gevoel heb. Ik heb een democratie. En ik denk dat ik een democratie kan. Maar ik heb het gevoel. Maar ik ben hier, broer. Ik heb een wagi. Ik heb een draai tapu. Ik heb een dede. Ik heb een markt in de Europese Unie. Ik heb een pisfagon. Scott na kan miskima, oké, de anoboro. Tijdens oorlog, ik ben nog snappen hoe ik kon. Dan moet ik aan de kant met je. Altijd je vuur op. En dan mijn vuur kon. Je hebt vuur op bakken, zo je dit. En dan moet ik ook weer de makker om eens maar onschuldig te worden. Dan moet ik kota man pi. Ja? Pot neem me voor fella man. Meneer, de makker man was zo'n fascist en had misreef toen ik aan de gilek van brada taxis. Maar nog leeg. De ma vervelen ma fe bakaja. Dat de ma haren fe stapu. Dat de ma kota ma woron. Dat de ma boron olonemo fo. Dat de ma pusengwe inemo fo. Pis moment di bigo shi ator dat I pet mi verstaan boven mi teigi brada. Lek van me taki so. Me taki fu jese. De ma kis probleem fu unu tu. Lek van ube kis probleem fu dem. De ma kis probleem brada. Mi aishi. Tak de kis probleem. De soldier. De soldati fu unkondre. Un harde man. Waar de man vet voor chara kondre kona hey uno feta de man omdat de man mus en zodat hij no mus de man mak fu de ya maar if wan san nego bun u mus fu taki en u mus fu duan sani fu sorry taki asandis nego bun en na dat tip sa de man na de kondre de man vet tu. Ila. Ano amano ja puro fu ne wakaro dolaronti na foto ko frustrated trawana lo e mangli bi de mali play pirano ko ja
Afijn, wat is dat nu? Wat is dat nu? Ik ben een passief om op het stress. Ik ben een stress suite. Ik ben een stress suite. Ik ben een stress suite. Maar na verloop van tijd bleek dat ik een erg was. Maar de chaman tweede en een etappe. Hij is gefrustreerd. Hij is aan de drugs. Hij zuipt. Nou, maar afbouwt dat. De maitaki. Matakiona, ja, je ziet naar de sansare, maar doe je naar binnen de maïkis den paai nu. Dat voer door niet Suriname zit dat. Maar hoe beschermt land en volk als militair zijnde? Ik weet niet of je het volk, maar ik kom bij je. Ik is een bons voor het volk. En dat is hard om te dragen dat je eigen mensen jou niet waarderen. Wees abonnee aan een binnenlandse oorlog, zoals ik van mijn karing. Zodra het terrorisme tegen jou komt, moet je het bestrijden. En het enige apparaat van de overheid is de militaire organisatie die daarmee belast is. Mene fir bu se refi ne kom tena ko mes donda me agresif ko unta ki on sa me fetu en fetu tra mai ko chim nek frincho torol mino mak deso te me ko isre mustak aina o ma sa be fet diseranang respect ino de ala mai chi nek frincho law law man tra mai bar sangi tak na su mari feti yunaso dai ye agresif de bari tak sang su mar men no am brede ino feni no asensi ino feni mai feti alle trabaraf misere vala de mai kusumi tak yon sang u feto me yari next uno abi ya bif ko en domang tak yon sang dale mai tak yon luko de masabe feti next de mano abi me man bete youtube na nga feti disi wala mala abi mbun wa wo goy kiss monite mun tapu isabi wo kiss monite mun tapu wa alla ma ka apo wagi e ka apo precipitan mano una abde sandati onda obe abu kuru akor takei te feti gba alla man wo libi on jouw dringi, wat ons koopt u. Ten ik nou, als ik de massa is donderpe, de man vergeet u nu abus meti. Maar no president vergeet u nu. Faumodu, met president hoorde denk ik dat jou nu. Dat no momi bekantij jouan, mi no want tag grof hanga mi president. Nooit mi respecting, maar meka hoorde denk ik dat jou nu. Fu ano pot dem ching, fu eng na stratigo agressief, fu dur lau lau sani na strati. Dat no mommy be kan taigen. Begi me begen want mi no kan taigen mami kan begen. Want na mi basi na mi president. Er is gezegd dat het gevecht weer heftiger zou worden. Toen had mijn vader een vriend van hem gevraagd, hij had een pick-up. En die zou ons dan brengen tot waar hij kon rijden. Hij bracht ons tot de Rikenouwbrug. Die was gewoon kapot geschoten. Ik kan zeggen dat we glijdend naar beneden zijn gezakt en dan weer klimmen om op de weg te komen. En toen hoorden we een helikopter. We gaan nog schoten te horen. Wel één broeia, iedereen rende kriskras door elkaar. Je wist niet waar je naartoe rende, maar je moest rennen voor je leven. Want als je toen de helikopter aankwam, wist je dat ze huizen in brand schoten. Ze schoten op mensen, ze schoten op alles wat bewoog. Dus moest je rennen. Vandaag is het zoveel jaren geleden dat ik weer de rivier overga. Toen hebben we de oversteek gedaan naar de Franse kant, waar we werden opgevangen door de gendarmes daar. We kwamen echt kletsnat aan daar, als vluchteling. Mijn moeder hoogzwanger en met de kleintjes allemaal. En eigenlijk niet wetende wat je te wachten staat daar. Ik ben ook benieuwd naar de mensen die ik straks daar zal zien, want de meeste zijn al grote mensen geworden. Mijn zusje waarmee ik ook in het kamp zat, die is ook nog daar in de buurt van het vluchtelingenkamp. Dus ik wil haar ook wel heel graag terugzien. En een paar andere vrienden natuurlijk ook. Dus ik ben wel benieuwd.
Long time. Eigenlijk ben ik benieuwd voor Sifa de PC content. Ja. Maar deze is maar kopie vooral de picking. Want toen, ja, ik heb een picking boy met Abby. Ik was tolk in het kamp. Ik heb de Frans heel snel geleerd, omdat ik jong ook was. Hè. Weet je, als kind, ik was 10 jaar. En bij aankomst in Frans, ja, hier in dit land, na een paar maanden kan ik al Frans praten. Omdat ik niets anders had te doen. Ik heb naar niets te denken en geen verantwoordelijkheid. Dus de hele dag bij die militaire gaas hangen en zeggen van... Hey, hoe zeg je dit, hoe zeg je dat? Telkens wil je wat voor ze doen en als je wat hebt gedaan... was het zo dat men je met een blikje sardine zou belonen en de, of een brood. Dan zeg ik van nee, geef me dat niet. Leer me wat ik heb gedaan. Dus al ga je me het geven, toch moet je me leren wat ik heb gedaan. Dus dan komt het zo dat ik misschien 1 of 2 woorden per dag leer. Onthoud ik die 2, ik memoriseer ze. Ik sluit ze daarin met mijn koffer, als ik het zo mag zeggen. En dan met de tijd en de dagen heb ik al mijn woorden bijeengebracht. Kon ik bijvoorbeeld na een maand zo kon ik al een zin vormen. En van een zin naar een andere. En nogmaals, ja, ik begeleid mensen met sociale problemen. Dus dat is wat ik nu doe, hè. Ik ben nu, of ja, na de oorlog, ben ik weer midden in de oorlog, kan ik zeggen, teruggegaan. En ik heb toen weer op school gezien. Op de middelschool heb ik het afgemaakt. De onderwijsakte heb ik gedaan. Dus nu ben ik ook leerkracht op de Bambi-school, waar we als kleuters zaten. Ja, waar ik ook zat. Als kleuters, ja. Dus daar ben ik nu onderhoofd. En we hebben zo'n 173 kinderen. Maar daarnaast ben ik ook vaak bezig met kinderen. Okay. Ik heb huiswerkbegeleiding, ik heb naschoolse opvang. Ik heb ook een dansgroep waar wij kinderen de Maron-cultuur proberen aan te leren. Ik probeer dat over te dragen aan ze. Ja, dus... Ik te veel kippenvel krijg wanneer ze de restant van de kampen zien. Want daar is helemaal veranderd. En ja, we kunnen even rondlopen. Ik loop met mijn man, hoe heet het? Mijn meisje. Mijn meisje. Ik ben naar de kampen. Ja, dit zijn die waterbakken waar het water haalde. Ja, ergens hier moest ik wonen. Ja, ergens hier achter. Heb ik gewoond. Zie je Sakao, Jozo? Even uitstappen. Ja, nou, Sakao, wat kan ik even zien? Ik heb dus ik heb hier ergens gewoond. En daarna een. Hier voor de keuken was daar, ja, ja. Waar we elke dag eten mochten komen. Algemene keuken. Zo, 's morgens vroeg opstaan. Er was een algemene badkamer, toch? Ja, ja. Algemene badkamer. Ja, algemene badkamer met ongeveer 6 of 7 lokalen. Dus bad zelf, douche. Ja, en dan wacht je op je beurt. Mensen gaan, ze komen, ze gaan, ze komen. Je had ook de rivier daar achterin. Ja. Kreek waar en, de mensen... Ja, als kind is het normaal. Oké, het leven gaat door, maar voor die volwassenen was het een trauma. Want soms waren er 3 gezinnen in 1 tent. Ja. Je hoorde sommigen klagen. Wanneer gaan we van deze katibo? Wanneer gaan we van deze onderdrukking, van zo'n leven? We waren niet zo in ons land. Wanneer kunnen we terug? Dus dat was die volwassenen en... Wij konden dat niet verstaan, we waren kinderen. Ja. Ja, we konden het niet verstaan. Soms had je 's avonds militaire patrouille ook.
In het begin, hè, waren ze driftig. Echt goed letten op ons. Ja, ze letten goed op ons, want ze probeerden spionnen te voorkomen. Mm-hmm. Want toen der tijd probeerde de Nationaal Leger spionnen naar deze kant toe te sturen om mensen op te sporen. Misschien zoeken ze naar iemand. Zeg, hey, spoor hem aan dat op. En heel veel mensen, je hebt soms ook onschuldige mensen die afgetakeld werden. Ja, ja hoor. Want als je vreemd komt, je vraagt aan niemand, je komt gewoon en dat doe je alsof je een van ons bent. Oké, okay, ja, ja, want je hebt jungle commando's die thuis kwamen, die naar hun gezin komen uitkijken en dergelijke. Daar begonnen die tenten eigenlijk. Nummer 1 had je daar, nummer 2, nummer 3, nummer 4. En mijn tante die woonde op nummer 5. En dan had je ongeveer tot nummer 6. En dan begon het dan weer op het heuveltje, alle tenten weer. Je had zo een militair. Ik weet niet hoe hij heette hoor. Maar elke middag, zo tegen, dus na het middageten, dan tegen 2 uur zo, dan stond hij hier voor hun woning. Mm-hmm. Dat gilde in het kamp. Jeho! Dus zodra we dat hoorden, dan waren alle kinderen klaar om naar hier te rennen. En dan had hij een zak met snoep, hij noemde het bonbon. Ja, dus daar renden we naar hier en daar stonden we zo tegen het gaas, we wachten. En dan kwam hij naar buiten, begon hij dan te rennen. Met alle kinderen achter me, jeho! En dan antwoorden we in koor weer, jeho! Dus hier, op den duur begonnen alle volwassenen ook mee te doen, jeho! Jeho, dus hele kamp. En als we genoeg hadden gestoeid en gerend, dan stond hij nu stil om dan die bonbons uit te delen. Rivaldo! Madientje, madientje, mama dientje, madientje, madientje, madientje. Samen dan. Wat is er dan? Wat is er dan? Madientje, madientje, mama dientje. Wat is er dan? Madientje, mama dientje. Dan kom ik hier. Dus maar zij is, ze was teruggegaan met ons en later heeft ze dus, haar man is van deze kant, dus is hier gebleven. Ze hebben een huisje gebouwd, dus nu wonen ze hier. En ik ben toch wel blij dat ik er in zo'n situatie heb mogen zien. Want ja, de meeste mensen die blijven achter, die hebben het niet goed, anderen gaan terug, hebben het niet goed, maar het is toch wel... Het heeft toch wel een goed leven, denk ik. Meedoen. Ja. Ik heb ook een jantje. Ik heb ook een jantje. Dank je wel. Ja, het was goed dat ik toch wat ben geworden. En dat ik dat ook aan mijn kinderen kan overdragen. Om toch nog wat te gaan worden in de maatschappij van je land. Zo leef ik, meneer heer, zoals u dit ziet. Ik heb geen tijd om zelfs mijn kamer op te ruimen. Ik moet naar buiten gaan om een beetje om brood te verdienen. Ik ben een struggler, maar ik zal overwinnen. Ik zal mijn best doen om te overleven. Ik heb anders geen andere keus. Suriname. Ik loop met people, ik familie, ja. Faisje mis dan, ja, hoe doe je mijn camera? Koop ja met dan. Dit is mijn hier slaap ik. Dit is alles wat ik heb. Ik ben een roker. Ik ben ook, kun je ze hier zien. Ik ben een roker. Ik rook dagelijks. Maar dat ding fuckt me op. Niemand kan mij begrijpen. Niemand.
Op een gegeven moment voel ik mezelf gesloten, ben geïsoleerd. Ik ben hier eenzaam, zodra ik kon zien. Mijn broertje woont net hiernaast. Het is een schutting van 10 centimeter hiernaast. Mijn broertje is penitentiair ambtenaar. Als ik thuis kom, ik is mijn broer een vriendeling. Zoals met twee naar beneden en angry, maar met zo'n voeren toe. Met slanje over. Maar met de consequenties, ik was gewoon een angry. En zo heb ik veel vrienden die erger dan mij zijn. Of die misschien een plusje boven mij zijn. Of misschien gelijk aan mij. Maar ik wil ze allemaal verholpen zien.